Gede. Hallo. Dit is Danisha en jullie kennen haar vast wel, want ze is inmiddels een beroemde Nederlander. Nederlandse. Danisha werkt hier en Danisha had een plan. En ik vind het wel een eng plan. Ik ga Maria blinddoeken en dan zoek ik een paar geuren uit en dan moet Maria die geblinddoekt raden. Heel fijn. Ik mag wel aan de fles voelen. Ja. Yes! Oké. Okay. En ook raden van welk merk het is. Ja. Oké. Okay. En wat win ik? Tosti-ijzer? Een vakantie. Dat komt mooi uit. Vannacht ga ik op vakantie. Ja. Dus, en als ik het fout doe, dan moet ik thuis blijven, bedoel je. Oké, okay. Nou begin maar. Ja? Doe dat ding maar om. Gaat het? Moet ik bukken? Oh god. Zit hier iets... Zit hij goed? Jawel. Zullen we dit keer met het hele team doen? Dat lijkt me leuk. Ja. Nou. Gaat het goed komen? Ja. Even goed doen. Al mijn wimpers en zo. Yes! Zit hij niet strak? Nee. Ik zie dus niks. Ik zie wel een soort... Ja. Rood licht. Ook. Niet schrikken. Ja. Oké. Okay. Oké, nou, dit is een bijzondere middag. Ja? Ja, ik ben er klaar voor, denk ik. Dit is de eerste geur. Oh jee. Zal ik hem eerst ruiken? Oh ja. Je hebt niet van die hele moeilijke, toch? Het is niet al te makkelijk, maar niet te moeilijk. Oh. Ik ruik het denk ik al. Oh, ik weet het al. Ja, ik kan niks in beeld houden, want... Waar is dat ding? Ja, dit is onmiskenbaar. Dit raadt iedereen die hier werkt. Dat moet. Ja. Dit is bed van Zoologist. Ja, dat klopt. En het ruikt naar, naar grotten. Het ruikt naar de aarde. Wat vind jij? Het ruikt naar natte aarde een beetje. Natuur. Ja, hè? Natuur en toch wel spannend. Heerlijk vind ik dit. Ik vind het steeds lekkerder. In het begin schrok ik me dood hoor, van deze geur. Oeh. Oké. Ik denk, ik ga ergens op leunen wat er niet is. Je hebt stiekem die stoel verplaatst, hè? Engheid. Gadverjongens, dit is best eng. Het is heel, op een hele andere manier je neus gebruiken. Eigenlijk je neus gebruiken zoals je je neus moet gebruiken. Zonder dingen. Oké, de tweede geur is deze. Oh, god. Ik ruik nog niks, maar hier is wel een bekend flesje. Oh, ja. Ja, ik weet het al. Zal ik het zeggen? Ja. Even nog een keer. Dit is Acqua di Genova. Acqua di Genova. Gold nummer 2. Nou, dit herken jij ook. Heel poederig. Echt een boudoir poederbom. Oh, ik heb zo zin hierin. Oh, ik moet het gelijk op. Oh, of mag dat niet? Jawel. Te laat. Echt Geen zo lekker. Geen droeg deze altijd. Ja. Heerlijk. Jij niet, hè? Nee, klopt. Oh, ik wil steeds die stoel. Oké. Ik zet... Lekker. Nou. Jongen, jongen. Oké, nou... Je moet ook een keer iets niet raden. Jij hebt natuurlijk uit elke groep een beetje iets gepakt. Ja. Een soort, hoe heb jij een beetje gedacht? Van ik pak wel iets uit elke geurengroep? Of ja. Zoiets? Want geuren vallen in groepen, hè, dames en heren. Voor degene die hier voor het eerst kijken naar dit kanaal. Kijk. De geuren vallen in groepen. Dus een geur valt niet in de mannen- of vrouwengeur. Of
unisex, maar geur hoort thuis in een groep. Bijvoorbeeld, wat vind jij? Poeder. Poeder of... Oet. Ja, oet is eigenlijk de houtgroep, hè? Ik probeer iets te pakken. Wacht. Dit is de derde geur. Ja. Oh. Oh, god. Oké. Oh, dit is lekker om aan te voelen. Het is een mooie fles. Heerlijk. Ik denk dat ik al de fles een beetje herken. Ja. Herken je het merk al? Denk het wel. Even ruiken. Oh. Ja, dit is best moeilijk. Ik ruik wel hout. Dit ruikt naar... Het merk is Initio, dat weet ik zeker. Ja. En de geur is... Oh jee. Nou ja, het is een geur met hout en wierook. Het zou... Het is best moeilijk om strookje. Het is toch anders dan wat ik in gedachten heb. Even kijken waar ik hem ergens op huid kan vogelen. Waar zit dat ding nou? Oh, oh god, oh god. Je zou denken, ik denk... Blessed Baraka. Ja. Is het hem? Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik hem anders in gedachten heb eigenlijk. Dan nu. Raar. Hoe kan dat nou? Oké. Nou, goed. Ik had gedacht dat hij... Deze ruikt dus naar wierook, jongens. Hij heeft iets weg van Rehab. Ja, klopt. Het is natuurlijk dezelfde... Hetzelfde merk. En dan ruik je meestal wel een soort signature van de parfumeur. Maar dit is wel echt een geur met wierook. Maar niet dat het ruikt naar de kerk. Dus meer een soort hout. Meer houtig. Lekker. Ik vind hem eigenlijk lekkerder dan zoals ik hem in gedachten had. Oh. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Oké. Dit is de vierde geur. Ja. Jeetje, ik voel me net Stevie Wonder. Dat is uit jouw tijd, hier is hè? De fles. Oké. Het is een glazen fles. En zal ik hem eens ruiken? Ik denk dat je deze heel lekker gaat vinden. Oh ja, dit vind ik heel lekker. Ja, ook. Een beetje poederig. Maar ook heel warm. Dit is lekker. Oh, dit moet ik op. Moet jij het ook op? Ja, kom maar. Ik denk dat... Waar ben je? Ben je hier? Hier ergens? Ja. Dit wordt echt heel hilarisch. Zo, kom eens met je arm. Met je... dit is lekker. Ik denk dat ik het weet. Dit is... Oh god, dit, en dat zonder alcohol. Oké, ik denk dat dit aan de fles te voelen is waar de parfum is. Het merk en dat de geur is een amber, is de ambre. Ja. De ambre. Hele zonnige ambergeur. Ik vind het echt een hele mooie warme amber. Beetje poederig, maar ook heel zonnig. Wat vind jij? Ja. Wat vind jij ervan? Hij is heel warm. Het is geen donkere ambergeur. Het is geen... Ik vind amber vaak ruik een beetje naar hoestsiroop. Maar dit is dus een amber voor altijd. Vind je niet? Of ben je het niet mee eens? Mag... Ik vind hem lekker voor in de winter. Maar uitkijk wat ik zeg. Want anders knuppel je me zo neer. Zo met die blinddoek zie ik toch niet wat je gaat doen. Dit is de vijfde geur. Ik ruik ook niet zo lekkers nu. Hier is de fles. Oh, wat raar. Oh, hij plakt. Nou. Dit is moeilijk. Even kijken. De fles is... Ja, het kan van alles zijn.
Ik ruik oet. Iets oetachtigs. Iets stoers. Ik vind het heel moeilijk om te raden, jongens. Het is wel een stoere geur, ja. Ja? Ja. Het zou een Mancera fles kunnen zijn. Even voelen aan het etiketje. Ja, dit is een Mancera fles. Ja. Mancera! Maar nu de geur. En Mancera heeft heel veel geuren, dus dat is ook leuk. Ik denk niet dat ik het helemaal goed weet. Want ik ruik namelijk oet. Ik ruik een beetje een soort snufje... Oh, leer. Nou, ik sla hem even over. Nee, weet je het niet? Niet echt, nee. Ik vind het een soort oet met een beetje leer. Maar zeg maar hoor. Want ik hoef niet alles te raden, toch? Wild letter. Oh, lekker. Oh. Oké. Okay. Wat gek, joh. Zie je, jongens, als je dus gewoon niet... Nou, mocht ik nog aan de flessen voelen. Maar als je dus gewoon niet weet wat je gaat ruiken, is dat best wel heel raar. Eigenlijk. Want dan ben je onbevooroordeeld. Maar dit zijn die leuke blotters met die benen. Zien jullie dit? Leuk, hè? Nou, goed. Eventjes... Zullen we de laatste doen? Ja, is goed. Oh, god. Je hebt in Amsterdam zo'n restaurant waar je dus kunt eten. Dus vaak in een restaurant, hè. Waar allemaal blinde mensen werken. Wist je dat, Dani? Echt? En daar eet je dus in donker. Oh. Dus je kliedert jezelf helemaal onder. Maar dat is om te voelen hoe het is als je bijvoorbeeld niet kunt zien. Eventjes. Daar wil ik ook nog een keertje naartoe. Ik klieder mezelf nu al helemaal onder. Spannend. Dit is de laatste. Dit is de laatste. Oké. Okay. Dit is een heel herkenbare fles. Oké. Okay. Ah, met het kwastje. Maar er zijn er wel meer met een kwastje. Want The Merchant of Venice heeft kwastjes. Le Parfum de Rosine heeft een kwastje. Maar de dop, jongens. Ja. Ja. Wie kent hem niet? Oh, dat is eventjes... ik denk, oké. Okay. De fles is Casa Morati. Ja. Oh, ik ben helemaal nerveus, jongens. Ja, echt raar dit. Oké, okay, ja, ik weet het al. Ik weet het al. Oh, die heb jij vaak op. Ja. Dolce Amalfi. Dolce Amalfi. Dat is hem, klopt hè? Ja. En Dolce Amalfi wil ik heel graag op. Oh. Ja, dat moet. Het staat in de wet, hè? Als je geblinddoekt bij Parfumeria staat in de wet. Even kijken, waar spreekt het? mondwater. Als je geblinddoekt bij Parfumeria staat, dan staat het in de wet dat je je geur op mag doorsprayen. Dit ruikt dus naar een beetje zoet. En hier zit een speciale appel in die je alleen aan de Amalfi-kust kunt vinden. Dat is een hele grote appel. En die wordt in gebak gebruikt. Die kun je niet eten. Oh ja, nee, jij kent hem natuurlijk al. Wat vind jij hiervan? Hoe vind jij dit ruiken? Ik vind het een hele zomersgeur. Ja, hè? En maar een beetje kruidig, hè? Hij is wel warm. Ja, hij is zeker warm. Want je denkt dolce, dat betekent zoet. Dolce Amalfi, maar zo zoet... Het valt wel mee. Het is niet echt heel zoet. Het is wel een volwassen geur, ja. Toch? Niet echt... Ik vind het echt een mooie geur, ja. Ja, ik ook. Ik heb er gelijk zo zin in, hè? Oké, okay, nou. Dat was het, hè? Ja. Nou, volgende keer, hè, dan pak ik jou terug, hè? Dan weet je dat alvast. Na de vakantie ga ik jou blinddoeken. Ja, dat vind ik een goed idee. Maar zij weten al heel veel van de geuren, dames en heren. Want dat is gewoon zo. Dus dat wordt spannend. Ja. Nou, dank jullie wel allemaal voor het kijken. En ik kon niks zien. Dus dank je wel, Maria, voor het niet kijken. Maar wel voor het ruiken of zoiets. Dank je wel, Dani. Geen probleem. Wat is dit? Voor onderdeel. Dit is
echt een raar filmpje. Ik denk dat alle abonnees gewoon massaal afhaken hierna. Dat ze er helemaal klaar mee zijn. Maar goed, dank jullie wel. Dank jullie wel. Tot volgende keer. Doeg. Dag.